Goedemorgen, lieve mensen van de Ecclesia Breda, van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Zierikzee en iedereen die naar deze videoboodschap kijkt en luistert. In de afgelopen week waren we natuurlijk allemaal erg benieuwd naar de mededelingen van het kabinet over mogelijke versoepeling van allerlei coronamaatregelen. De cijfers rond het coronavirus lijken de goede kant op te gaan. We zijn denk ik allemaal blij dat er steeds minder mensen ziek worden, dat er steeds minder mensen in ieder geval in het ziekenhuis terechtkomen of op een IC. Dat is vooral fijn voor de mensen zelf, maar ook voor iedereen die daar werkt en dag en nacht bezig is om het leven van mensen te redden of het leven van zieke mensen zo aangenaam mogelijk te maken en te werken aan genezing. Versoepeling van maatregelen. We hoorden dat langzaam stappen gezet worden dat de samenleving en de economie weer opengaan. Vooral de samenleving raakt ons eigenlijk het meest. Want die samenleving heeft te maken met contact met elkaar, met mensen om je heen, met vrienden, met familie. Kleinkinderen die op bezoek kunnen gaan naar opa's en oma's. Kinderen die op bezoek kunnen gaan in verpleeg- en verzorgingshuizen naar hun ouders. Verenigingen die weer beginnen met hun activiteiten, heel voorzichtig voor de jongste categorieën. Maar toch, het zijn dingen waar we naar uitzien, die we nodig hebben. En zo is er ook weer ruimte om binnen afzienbare tijd langzaam te beginnen met bijeenkomsten van geloofsgemeenschap. Kerken, geloofsgemeenschappen, ecclesia's zijn bezig met de mogelijkheden, de ruimte die er is, te onderzoeken en te kijken of er inderdaad weer gestart kan worden met bij elkaar komen, met samen te vieren. Daaruit blijkt hoe nodig wij het hebben dat wij contact hebben met elkaar. Dat wij elkaar zien, dat wij elkaar aanraken, dat wij met elkaar spreken. Dat we onze emoties met elkaar delen. En dat is via de online weg nog altijd erg ingewikkeld. De mens is niet gemaakt, is niet bestemd om altijd maar alleen te zijn. Maar leeft en leeft op in het contact met anderen. Nu is het vandaag Moederdag. Een dag waarop kinderen en kleinkinderen hun moeders en oma's in het zonnetje zetten. Een dag waarop we stilstaan bij de band die er is tussen een moeder en haar kinderen en haar kleinkinderen. Die banden zijn voor veel mensen goud waard. Voor veel mensen zijn die van groot belang. Tegelijkertijd weten we ook dat die banden soms moeizaam zijn. Het is in die zin niet alleen een dag van blijdschap en van liefde en genegenheid met elkaar delen, maar voor nogal wat mensen is het ook een moeilijke dag. Het kan zijn omdat je ongewenst kinderloos bent gebleven en gehoopt had dat het anders was geweest. Maar het kan ook zijn omdat de familiebanden veel minder hecht zijn dan je zou willen. Dat een gezin uit elkaar gevallen is. Dat ouders en kinderen, moeders en kinderen elkaar niet meer zien. Het kan ook een moeilijke dag zijn, omdat de herinnering aan ouders helemaal niet zo fijn is als voor veel mensen geldt. Dat de thuissituatie onveilig was. Dat er sprake was van misbruik, geweld enzovoort. Kortom, familiebanden, een band van ouder naar kind, is niet per definitie een feest van herkenning, van liefde en genegenheid. Soms is dat ook heel moeizaam, tot heel pijnlijk of traumatisch. Tegelijkertijd weten we dat we als mens niet alleen kunnen. We hebben mensen om ons heen om te kunnen leven. Ook in de Bijbel
spelen familiebanden en onderlinge contacten voortdurend een rol. En ook daar gaat het over de vraag, tenminste vaak, waar knellen die banden en waar maken ze vrij? Waar geven ze ruimte voor ontwikkeling en waar benauwen ze of beperken ze mensen? Een beroemd verhaal over ouder en kind is natuurlijk het verhaal van Abraham en Isaak, over het offer op de berg. Hier is een oud ritueel aan de orde. Vaak zeggen we, hoe is het toch mogelijk dat een vader zijn zoon wil offeren? Maar het verhaal gaat over een gangbare praktijk. Namelijk dat in die tijd een soort een Fenicische cultuur aanwezig was, ook onder het Joodse volk, waarin kindoffers gevraagd werden en in praktijk werden gebracht. De Torah wil daar een einde aan maken. Dus het verhaal vertelt de gangbare praktijk en geeft er een nieuwe wending aan. Namelijk dat het kindoffer weliswaar blijft bestaan, maar niet in de fysieke zin. Er wordt in plaats van een kind, wordt er een ander offer gebracht. In dit geval een ram, maar in latere fase ook weer een wierookritueel of anderszins een offer. Tegelijkertijd gaat dat verhaal ook over de familieband, over loslaten van elkaar. Misschien zien we onszelf ook wel uitgebeeld in dit verhaal, met alles wat ons bindt aan andere mensen en waaruit we maar moeizaam kunnen wegtrekken. Uit al die dingen die van vader op zoon, van ouder op kind zijn overgedragen en via cultuur en gewoonte in onze genen zijn gaan zitten. De gedachte van kinderen als eigendom van hun ouders. Overdracht van ouder op kind. Jij in de landbouw, je kind in de landbouw. En wat een pijn en teleurstelling als een kind het bedrijf niet wil overnemen. Bij die oude orde hoorde vroeger dus ook de praktijk van de kinderoffers. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar toch. Al die patronen die onvrij maken, die geen ruimte geven, al die patronen moeten doorbroken worden. De Torah, de Bijbel, wil niet dat mensen geofferd worden. Niet fysiek, maar ook niet psychisch. Ook niet mentaal. Torah beoogt bevrijding van het individu en tegelijkertijd door bevrijding van het individu ook bevrijding van het volk. Want uiteindelijk is het altijd gericht op de bevrijding van de mensheid, niet alleen maar van het individu. Maar de weg loopt via individuele mensen die bevrijd worden en die bevrijding gaan bewerkstelligen ook voor anderen. Dat is het visioen van de nieuwe wereld. Ook in de verhalen over Jezus, de evangelieverhalen, gaat het nogal eens over familiebanden. De moeder van Jezus komt natuurlijk regelmatig in de evangelieverhalen ter sprake. Maar ook zijn broers en zussen vinden we in de evangelieverhalen. En Jezus wordt vaak omschreven als iemand die wars is van familieverbanden. Als er gezegd wordt, is dat niet Jozefs zoon? En kennen we zijn broers en zussen niet? En komt die niet uit Nazareth? En wat voor goeds kan daar vandaan komen? Al dat soort zinspelingen worden in de verhalen door Jezus aan de kant geschoven. Mijn moeder, mijn broers, mijn familie, dat zijn zij die de wil van God doen. En daarmee ontdoet hij zich niet van familiebanden, maar wel van de banden die knellen, die hem terugfluiten en zeggen, je was toch een van ons? Kom eens op voor je dorp, voor je familie, voor onze eigen belangen, als een soort politicus van een lokale partij, die in het dorp voortdurend aan zijn jasje getrokken wordt
om dit of dat voor elkaar te krijgen. Je bent immers toch een van ons. Jezus poneert zichzelf als iemand die niet los wil leven van zijn familie, maar die niet de knellende band wil hebben die vaak bij familie en bij tradities hoort. In de evangelieverhalen wordt hij dan ook neergezet als de mensenzoon, zoon van mensen. Daar zit geen naam in, geen stam en geen familie. Dat is open. Daar zitten ook alle naamloze mensen in. De mensen zonder stem, de verlatenen, de mensen die uit hun familie gestoten zijn of die hun familie tegen wil en dank hebben moeten verlaten. Daar zitten ook de zwarte schapen in. En het is deze mensenzoon die in ons wil wonen. Maar dan moeten we wel bereid zijn te volharden in dat visioen. Dat er levensruimte en levenskracht is voor ieder mens, voor al wat leeft. Dan moeten we stoppen met allerlei knellende banden in stand te houden die mensen klein houden, die het individu beperken omwille van de gemeenschap. Of die de individuele mens beperken omwille van de familiebanden. Ontmoeting tussen mensen, omgang tussen mensen, is bedoeld om mensen in hun kracht te zetten, om mensen levensruimte te bieden, om mensen op weg te zetten naar een leven als een vrij individu. En dat wil niet zeggen vrij in de zin van doen en laten wat je wilt, maar wel vrij in de zin van hier ben ik. Wat kan ik bijdragen? Niet omdat het moet, maar omdat het van belang is, omdat het nodig is. Vrijheid in verantwoordelijkheid, zeiden we vorige week. Vaak hebben we de neiging om familie, om banden die er zijn, een soort van heilig te verklaren. Daar mag je niet aankomen. Maar ik denk dat het heel goed is om heel veel banden, relaties die we hebben, regelmatig ook onder de loep te nemen. En onszelf de vraag te stellen, en misschien ook wel elkaar de vraag te stellen, hoe bevrijdend zijn de banden tussen ons? Zijn het nog banden die ons helpen om tot leven te komen? Zijn het nog banden die ons in onze kracht zetten? Dat is niet eenvoudig. En toch denk ik dat relaties, familiebanden daar alleen maar sterker door worden. Door met elkaar voortdurend te zoeken naar de ruimte, naar de nieuwe kansen. Want we zijn niet gemaakt om alleen te leven. Maar we zijn ook niet gemaakt om te leven in onvrijheid. En dan bedoel ik niet onvrijheid in de zin van in een gevangenis, of dat we niks mogen of niks kunnen, maar ook onvrijheid die we in ons hoofd en in ons hart voelen. Waarin we voelen dat we niet vrij zijn in de dingen die we doen, omdat er voortdurend allerlei onbewuste en soms ook bewuste beperkingen worden opgelegd. Ik hoop dat deze Moederdag een mooie aanleiding is om hierbij stil te staan, op zijn minst voor jezelf. En ik hoop dat het mag bijdragen, die vraag, het stellen van die vraag, aan goede, fijne banden met je moeder, met je ouders, met je broers en zussen, met vrienden, of met allerlei verbanden waarin je je beweegt en waar je je als mens uit en als mens probeert je leven vorm te geven. Ik wens iedereen nog een hele fijne dag en mogen de levenden ons allen zegenen en behoeden. Mogen de levenden zijn aangezicht over ons doen lichten en ons genadig zijn.
mogen de levende haar aangezicht richten tot ieder van ons en ons vrede schenken. Thank you.